Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups en Down. Jordi is al naar school toe. Die is ook al bij de logo geweest. Niels die is weer buiten bezig met het afdak. En ik ben Liam lekker aardbeidjes aan het geven. Kom maar pakken. Nee, want je gooit hem om. Doe maar gewoon eentje pakken. Goed zo. En happen. Die happen? Moet je wel happen in je mondje, hè? Die moet je daar. Wil je happen? Happen. Liam. Happen. Goed zo. Hij kan het wel. Ja. Mama. Ja. Broodje zit erin. Nou komt het flesje er nog in. En dan gaan we zo dadelijk lekker slaapje doen, hè. Papa is even weg. Die is even voor de dakgoot nog bezig. Die moest nog wat dingetjes hebben. Dus die is er even halen. En dan gaat Liam zo lekker naar bedje toe. Hij heeft net zijn flesje gehad. En hij is zo lekker voldaan. Mette. Ja. Hallo. Wat een lekker stukkie. Hi, lekker stukkie. Hallo. Papa, hoe ver ben je? Ja, ik heb de dakgoot en de regenpijp klaar. Maar nog alleen 3 gaten boren. De regenpijp. Maar Liam lag te slapen, dus ja, dan kun je dat niet maken. Oh, even Liam op zijn hoofd zetten. Nee, ik denk dat mama hem heeft laten vallen. Nee, hij stond straks in zijn bed en hij wou iets pakken. En daar komt hij niet goed bij. En toen gleed hij zo uit, zo buts tegen de rand van het bed aan. Of ja. Toen was hij, niet zo, happy. Ja, laat maar Niels, ik heb genoeg erin gedaan. Nee. En hij heeft net geslapen. Dat is de papa's papa. En ik ga zo dadelijk Jordi ophalen. En dan kan papa hier verder. Mm-hmm. Wat kom je doen? Oké. Ik ben vergeten te uploaden. Ik ben het nu aan het doen. Ik verwacht dat hij tegen 6 uur online is. Even korte uitleg daarover. Ik ben vanmiddag druk bezig geweest om voor Jordi een kleine oplossing te vinden. Hij heeft momenteel heel veel last van hooikoorts. En hij krijgt al sisal. En hij krijgt ook een neusspray. En hij krijgt zoutoplossing om de snot uit zijn neus te halen. Even iets tussendoor. Kijk hem hier liggen. Hij kijkt zo graag naar zijn mama. Maar ik ben voor Jordi dus druk bezig geweest daarvoor. Omdat hij op school zit, hij tussen de bomen. En dan wordt het gewoon vreselijk erg. Zijn hooikoorts. Dus hij is thuis gekomen. Ik heb gelijk zijn neus gedaan. Ik heb alles eigenlijk gedaan om hem te helpen. En nu is het gelukkig. Is het echt gewoon een stuk verminderd al. Maar op school was het echt gewoon, je zag gewoon dat hij er last van had. Hij had er gewoon echt last van. Dus ik ben eigenlijk de hele tijd bezig geweest op internet te zoeken naar wat ik nog meer voor hem kan doen. En vandaag op school hebben ze ook zijn rollator bekeken, want ze zijn van Atlas Kids Tech daar geweest. En ze hebben een andere achterwaartse rollator besteld die groter is.
omdat hij te groot aan het worden is. Dus ja, hij heeft hem wel nodig. Dus daar zijn ze ook mee bezig geweest. Maar ik ben voornamelijk bezig geweest met zorgen dat ik hem kan helpen met zijn hooikoorts. Dus als jullie dit zien en jullie hebben tips, geef ze gerust. Want ogaren, hij heeft er gewoon echt zoveel last van op school. Hier thuis valt het nog wel mee omdat we hier niet in de bossen zitten. Maar het is echt af en toe zo erg. Maar hij krijgt dus al sisal, hij krijgt silometazoline. En we doen zijn neus tussendoor ook doorspoelen met zoutoplossing. Zodat het in ieder geval verzacht wordt, om het even zo te zeggen. Maar hij heeft er gewoon echt veel last van. Ja. Ik heb gedoucht met Liam en Jordi. En ondertussen dat ik Jordi aan zijn broek en alles aan het doen was, is hij in slaap gevallen. Hij ligt nu slapend zijn fles te drinken. En dan leg ik hem maar gewoon in bed. Want ik weet het ook niet. Dit is echt puur zijn hooikoorts. Hij vond het net heerlijk even in de douche. Want dan had hij geen last van zijn snot. Maar ja, ik ga hem lekker naar bed brengen. Een hele goede morgen. Niels die is weer eens werken vanochtend. Die komt straks pas weer thuis rond het avondeten. En Liam die was een beetje verdrietig. Want, daar moet je niet op gaan staan hè. Deze beer, daar was de batterij van op. En mama wou hem niet vervangen. Toch uiteindelijk maar moeten doen. Ga je hem op de grond gooien? Oh, oh, oh! Juppie de poepie! Is dat je vriend? Ja? Ta ta ta! Doet, doet, doet! Wat zegt hij allemaal? Dus ik heb die mijn nieuwe batterij gegeven. Liam? Het gaat om vaccins van Janssen die eigenlijk niet meer aan mensen onder de 40 jaar worden gegeven. Waarom maakt deze mensen niet thuis? Nou, fruitje zit in mijn maagjes. En nu ga ik, wat geleid wordt, wordt natuurlijk ook weer gelost. Dus daar ga ik nou weer eventjes 1, 2 luiers doen. Grote meneer Tarrel, dan. Kleine meneer Tarrel, dan. Ja, vind ik ook. En nou is... Mini meneer Tarrel. Maar die tarrels heb ik al gehad. Het is tijd voor een flesje. Nou, we zitten er klaar voor, hè, jongen. De reden dat hij geen rompetje of niks aan had, was omdat hij gespuugd had. Want hij had zoveel buikpijn en toen kwam een hele golf eruit. Als je dan zoveel buikpijn heeft en hij moet poepen, hè, dan kan het er wel eens uitkomen. Dat had Liam ook. Een flesje pakken? Zullen we niet je hand opeten, maar je fles? Zo. Ik heb de boel heel even verbouwd hier.
Hier kunnen ze nu lekker spelen. En Liam heeft even een flesje met een beetje melk gewoon erin. Met wat water, omdat hij van de melk 's middags af moet gaan. Dat lukt niet helemaal goed. En hier ligt de gorgelkont. Hier heeft ook zijn spoedlikrecept weer erin zitten. Hij heeft zo'n last overal van. Maar drinken gaat er gelukkig nog steeds in. En dan hopen dat daar geen beetjes van uitkomen. Waarom doe jij mama schoppen? Wat is er aan de hand? Waarom doe je dat? In ieder geval, ze zijn nu lekker aan het luieren. En ja, we gaan het gewoon even afwachten hoe dat het hier loopt. Maar hij heeft in ieder geval van 20.000 dingen last. Het gorgelen wat je trouwens van Jordi hoort, dat is heel simpel uitgelegd. Zijn neus zit vol met snot van die hooikoorts. En dat komt achter in zijn keel natuurlijk eruit. Maar wat hij dus niet kan, is dat. Dus vervolgens blijft dat daar zitten. Want hij kan ook niet dat doen. Vervolgens blijft dat daar zitten. En krijgt hij gewoon weg dat niet weg. Gesnotterd of gekucht of hoe je het ook wil noemen. Dus dat betekent dat hij, ja, zo klinkt. De kindjes die liggen nu op bed. Jordi en Liam heb ik het dan over. En Joef, hou daarmee op. En ik heb met Jordi nog gedoucht en met Liam. Die hebben we tegelijk in de douche gezet. Niels is heel lichtjes naar een vriend toe. En ik zit nu lekker even met Sammy. Mijn kleine dikkie dik. Is een kleine dikkie dik, hè? Ja, je bent een kleine dikkie dik aan het worden. Kleine dikkie dik. Dat ben jij. Oh, ga je nou verstoppelen? Hoi. Hi. Sammetje heeft net zijn laatste flesje gehad. Die andere twee heren die slapen nog lekker. Dus toppie de doppie. En wij slapen zo ook lekker. Ja, wij gaan zo naar bed. We gaan ook bij deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.